Nou ja, ik vind als je 4 jaar achter elkaar, dat er 4 jaar tussen zit en je gaat met zilver naar huis. En tuurlijk is het jammer voor hun dan. Ik ben super trots. Want wie kan er nou ook veel zeggen van dat je 2 medailles hebt op de Olympische Spelen. Nou, ik vind het gewoon super trots. Hoe is het dan om je dochter zo op zo'n groot evenement te zien staan? Dat is super. Echt, het is een kick als je dat ziet. Je draait helemaal door, dat is echt fantastisch. Ja, ja, je krijgt er gewoon tranen van. Het is gewoon heel mooi, is dat. Echt. In het begin, de eerste reactie, was natuurlijk jammer. Maar er kwamen meer reacties naar boven. Emotie van dat het de laatste keer is. En ja, ze hebben toch met z'n vieren heel veel bereikt. Ja, en met de vaste mattie, Marleen Veldhuis, ja, dat is nu over. En ja, ze zal altijd wel contact blijven houden, denk ik. Maar Femke en Marleen, die lagen altijd met elkaar op de kamer. Ja, en met Renomi en Inge altijd grapjes. En kunnen ze ook goed elkaar oppeppen en zo. Dus dat kan je wel zien.